In deze video laat ik je zien hoe je een Google Agenda kunt delen met een ander. Om te beginnen ga je naar kalender.google.com. In de linkerzijbalk zie je jouw agenda's. En als je agenda wilt delen, klik je op die puntjes hier. En vervolgens op de optie instellingen en delen. Daarna zie ik hier dat ik de agenda kan delen met specifieke mensen. En door op mensen toevoegen te klikken, kan ik daar een contactpersoon selecteren met een Google account. Het werkt alleen met mensen met een Google account. Die vervolgens een aantal rechten kunnen worden toegekend. Namelijk, alleen statusinformatie. Dat betekent dat de uitgenodigde alleen kan zien wanneer jij beschikbaar bent en bezet. Je kunt ook zeggen, van hij kan alle details van de afspraak weergeven. Dus wie er deelneemt aan die afspraak, wat de beschrijving inhoudt, waar het plaatsvindt en wat de naam van de afspraak is. Je kunt ook zeggen, van nou, diegene mag ook wijzigingen aanbrengen en ook nieuwe afspraken inplannen. Dat geeft je nog wat mogelijkheden. En ook opties voor het delen beheren. Dat betekent dat diegene ook deze agenda met nog meer mensen mag delen. Wees een beetje voorzichtig met die optie, zou ik zeggen. Want dat betekent dat diegene met wie jij deelt, jouw agenda met anderen ook weer mag delen. Dus ik zeg van, dit is wat mij betreft een veilige optie. Als jij met collega's werkt die jou bijstaan met de agenda. Heb je alleen de informatie, dan kun je ook deze optie aangeven. Dan zie je alleen de details van de agenda, maar kun je geen afspraken verwijderen of toevoegen. Goed, klik ik je één keer op, dan kan ik de uitnodiging verzenden. Diegene die je hebt uitgenodigd, die krijgt dan deze mail. En daarin staat nadrukkelijk de link, add this to your calendar. En dat betekent dat als je hier niet op klikt, de agenda ook niet aan zijn agenda wordt toegevoegd. Kortom, dit mailtje is heel belangrijk, want zonder dit mailtje ziet diegene jouw agenda niet. Pas als je op deze link klikt, dan wordt die toegevoegd aan zijn agenda. Dus dat was even een tip. Nou, mocht diegene nou geen Google-account hebben, en een Google-account dat mag een Google Workspace of een Gmail-account zijn, dus een persoonlijk account. Mocht hij dat niet hebben, bijvoorbeeld omdat hij een Office-account heeft, dan kun je naar beneden scrollen en dan zie je hier de publieke URL voor die agenda van jou. En die zou eventueel ook kunnen delen. Mocht je deze optie niet zien, dan zijn er wat restricties van toepassing binnen je Google Workspace organisatie. Logisch, want in theorie zou iedereen met deze URL de agenda van Paul kunnen inzien. Dus dat is gevoelig. Maar goed, het nadeel is, als iemand bijvoorbeeld een Outlook account heeft en jouw agenda wil inzien, dan kan die geen wijzigingen aanbrengen. Dat kan alleen met een Google account. Dus we zagen net dat je hier het kunt delen met specifieke mensen en je echt specifieke rechten kunt toekennen. We zien hieronder dat je een openbaar URL hebt en dat je daarmee alle details van je agenda ziet door die te delen. Nou, de keuze is jou. Mijn optie en mijn voorkeur zou zijn om de mensen via deze knop uit te nodigen. Maar hebben ze geen Google-account, dan heb je geen andere optie dan om de openbaar URL voor deze agenda te delen met diegene. Maar dat het in ieder geval gedeeld kan worden, dat is duidelijk. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Vond je deze video duidelijk en handig? Doe dan een duimpje omhoog. En dan wens ik jou succes met het delen van je agenda.